Florence van Doorne, bekend van haar deelname aan Blind Getrouwd, heeft het moeilijk gehad na de dood van haar geliefde katje Florence. Het verdriet trof haar diep en ze ontving talloze steunbetuigingen en telefoontjes nadat ze het nieuws bekend maakte. Helaas moest Florence haar afscheid uitstellen vanwege haar eigen ziekte. Ik heb nog lang niet alles kunnen lezen omdat ik gelijktijdig ook COVID-19 had. Het was nog maar de vijfde keer gezicht met rollende ogen, laat ze weten op haar Instagram. Dus eerst even uitgeverijen ziek en bekomen in mijn cocon en de week erna met het gezin nog eens officieel afscheid genomen. Zonder mondmaskers en afstand maar met veel liefde en deugdoende knuffels. Gelukkig is Florence inmiddels hersteld en voelt ze zich over het algemeen weer beter. Ze wil graag haar oprechte dankbaarheid uiten aan iedereen die haar steun heeft geboden tijdens deze moeilijke periode. Ze waardeert alle reacties en telefoontjes enorm. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.